bij het winkelcentrum in de Haagse Winkel. We hebben er zin in. Het wordt een leuke dag. We gaan posters verspreiden door het hele winkelcentrum. En mensen vragen om actie te ondernemen. Omdat het morgen 21 maart is. De internationale dag tegen discriminatie. Nou, we staan hier bij Limburgia, een blije specialist. En we gaan eens even kijken of zij onze poster willen ophangen. Dus kom maar mee. De internationale dag van discriminatie. En daarom wil ik u vragen of we ook een poster willen ophangen. Tuurlijk, uiteraard. Deze poster gaan we hier oppakken. Die mag bij de toonbank. Je hebt hier een mooie plek, dat iedereen kan zo zien. Als je de geschiedenis neemt dat rond 1600, 1700 Amsterdam voor een derde deel uit buitenlanders bestond, dan is het gekermen over de huidige mensen van buitenland in Nederland, dat is belachelijk. Ik werd zomaar gescholden met de vieze Turk. Dat ze dan zeggen van dat ik naar mijn eigen land terug moet of zo, dat ik een Marokkaan ben. Ja, ik vind het principieel verkeerd. Dat is heel te veroordelen, ja. Nou, de naam Nikwee komt hier natuurlijk niet voor. Nee. Dus dan hebben ze al zoiets van, wat is dit voor naam? En ze spreken hem helemaal verkeerd uit. Dus als je daar dan iets van zegt, dan hebben ze zoiets van, ja, dat is ook zo'n rare naam. Nou, we staan hier met een meneer die dus niet in beeld wil komen vanwege zijn werk. Meneer, kunt u vertellen wat u in uw dagelijks leven meemaakt van discriminatie? Ja, discriminatie maak je op alle vlakken mee. En dat begint al op scholen, dat zit in het uitgaansleven. Dat maak je in je werk mee. Ja, die komt het eigenlijk overal tegen. Ja. Maar ik moet wel zeggen, ik vind het wel minder als jaren geleden. Ja? Ja, dat vind ik dat, u ziet daar wel een trend in? Ja, ik zie wel dat het er al verbetert, maar dat steeds meer op de net wordt. Ik bedoel, dat jullie hiermee bezig zijn, dat geeft ook al aan dat het steeds meer aandacht krijgt. Ja. En dat als het steeds meer aandacht krijgt, dan gebeurt er... Daar gebeurt er wat mee. En op wat voor gebied maakt u vaak gevallen van discriminatie mee? In mijn werk heb ik wel meegemaakt. Discriminatie in het uitgaansleven. Ja. Dat is op zich een lastig onderwerp. Want mensen worden soms op basis van uiterlijk of huidskleur niet binnengelaten. Ja. Soms is dat naar aanleiding van eerdere situaties. En soms ook niet. Dus dat is heel lastig in te schatten voor de mensen die inschatting moeten maken. Ja, we staan nu bij de Primera in Breda nog steeds. En er stond hier net een kaartenbak. Die is door de wind omgevallen en alle kaarten die vlogen weg. Maar wat wel zo fijn is dat heel veel mensen kwamen helpen, waaronder wij. En we hebben een groot deel van de kaarten opgehaald en opgeruimd. En als dank daarvoor mogen wij nu een poster ophangen in de winkel. Super. What shall we do? Hi, we zijn hier op Haagse Beemden in Breda en we zijn hier aan het vragen bij winkeliers of ze een poster voor ons willen ophangen. Want het is vandaag de dag tegen racisme en discriminatie. Of dat is morgen. Hi, vandaag is het in het kader van 21 maart. Hebben wij vandaag een actie in het winkelcentrum in de Haagse Beemden in Breda. En we hebben aan een aantal winkels gevraagd of zij de poster willen ophangen. Die hebben jullie net al in het filmpje gezien. En het leuke is dat heel veel winkeliers het ook hebben gedaan. En verder hebben wij straatinterviewtjes gehouden met mensen, allerlei soorten mensen. We hebben heel wat leuke antwoorden gevonden en vandaag lopen wij ook met deze bordjes, door de straten heen. En we merken dat we hele leuke reacties krijgen van mensen. Mensen draaien zich toch om en vragen zich af van wat doen die meiden. Maar het is gewoon heel leuk om te doen. En dat is onze actie namens Radar in het kader van 21 maart. Vergeet niet op de website te kijken, www.radar.nl. Er staat alle informatie op.
over Oh, je hebt nog helemaal gezien. Ik vind dat jij ook wel wat moet vertellen. Ja, ja. Zou worden en dat mensen niet precies zouden weten wat we wilden en niet zoveel zin hadden om mee te werken. Maar dat viel mee. Veel mensen wilden wat vertellen en eigenlijk heeft iedereen wel een poster opgehangen, wat natuurlijk leuk is voor ons. En het is altijd leuk als je iemand vraagt van joh, heb je last van discriminatie, dan zeggen ze nee. En dan vraag je, weet je het zeker, heb je wel eens ongelijk behandeld gevoeld? En dan is het ja, toch wel. En dan komt er een heel verhaal. En dat blijkt toch wel weer dat er veel mensen mee te maken hebben. En dat is dan voor ons wel weer goed om te zien en boeiend. Dus ik vond het een leuke dag. En van nu is het zaterdag. Ik heb biertje drinken, dus was er, hè? What shall we do?